If I take time, I'm patient, and I go with a lot of glue to fix this broken toy, maybe we do something, right? So this is how I started. Het duurde wel even voordat ik me echt thuis voelde, ja. Je voelt je wel eens alleen in het weekend. Dat is best wel lastig. Deze club train ik nu sinds 1,5 jaar. Het is een hele mooie grote club. Ze hebben hardcourtbanen, gravelbanen. Je kan fysiek goed werken, je kan hardlopen, de bergen in. En ik vind het een groot voordeel dat je altijd buiten kan trainen. Toen ik hier eigenlijk begon, toen had ik nooit eigenlijk verwacht dat het zo zou uitpakken. Ik was eigenlijk in Nederland een beetje klaar, dus ik dacht ik wil het nog één keer goed proberen, omdat ik eigenlijk uit de top 100 ben gezakt. She came here, she moved all her life. You know, she started from the scratch in a different country, with a different people around, far from the comfort. 1, 2, push! She came very humble, so that's my last shot, my last try. And if it's not working, I quit. Ik was eigenlijk gewoon de weg kwijt. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik trainde daar een beetje, daar. Ik had geen echte trainer die 100% echt in mij geloofde dat ik nog weer de top 100 in kon. Mijn resultaten waren niet goed. Ik had natuurlijk veel goede jaren gehad en dan ben ik helemaal afgezakt. Ja, wat moet je doen? Ik wist niet meer wat ik eigenlijk moest doen. Toen ben ik Julian tegengekomen en die zei meteen tegen van ja, ik weet zeker dat jij nog top 70 kan halen. Dat zei hij 3 jaar geleden nu. I wanted to change the athlete and keep the person. You know, he's a very nice human, you know. Well educated, good manners, respectful, you know, good values. But in my eyes, I had to change the entire athlete, right? So having the person willing to do it, I have to destroy the demon that she had inside. I mean, it's quite simple. Toen dacht ik echt van, wat praat jij? Weet je wel, dat ik zou niet weten hoe. Waar moet ik beginnen? Ik wil wel. Ik was heel gemotiveerd. Het is niet dat ik niet meer wilde trainen of niet meer mijn best deed. Het was meer hoe. She liked to be surrounded, you know, her family, her friends, nice clubs, nice setups. I don't know. I would say that she was in a comfort area. Hij vond eigenlijk dat ik stond dan misschien 180, maar hij vond dat ik me gedroeg als een top 100 speelster. Weet je, alles moest perfect zijn. Nou, daar ging hij dus niet in mee. When you get too much in the comfort, nothing grows there, you know. So when she moved here, everything itchy. Ik wilde dan weer een ander hotel of een andere, weet je wel, maar het moest gewoon. Nu ga je me ook maar eens gedragen van naar je ranking. We went to Miami, the qualifier. So I say, okay, so I'm gonna book the hotel, whatever, this 5 stars, epic hotel, I don't know, like all the players. I said, no, you cannot afford that. You're a quality player, so you have to be in a place that you belong. I took her to whatever neighborhood, in an apart hotel, full of low-class people, put it like this. So I give her lessons of down-to-earth, because she was so spoiled, in a way. High knees here, pass the ball, down and throw, very good. Venga, high knees, venga, down, like this, good. I had to change the way of practicing, the way of living, the way of hitting the ball, the way of competing, being more brave, I mean, no panicking. Ja, dat ik toch elke keer een uitweg zocht, weet je wel, dat ik niet het lang vol kan houden of ja, mentaal toch liet zitten. Dat je, en dat toch weer die vechtersmentaliteit eruit kwam en ja, dat was denk ik wel het belangrijkste hoor. She was grumpy. Fighting with me. Ja, we hadden echt wel heel veel discussies hoor. Op de baan en hoe ik het zag, hoe hij het zag. Dat ik dacht van nou, pleur op, weet je wel, ik doe het zelf wel. Dit is werken op een hele andere manier. Veel meer uren maken. Waking up at 6, going to the tournament, practicing when everybody is sleeping. And it doesn't matter. We open the class.
mostly every week, every day. And we are the first one. In het begin moest ik er heel erg aan wennen, maar daarna kwamen toch wel echt de resultaten. In the third 25, she won the 25, saving match points. And then she started to believe. Back up, back up, back up. Now forward. One, two, and hit it. I say, okay, so let's sit down, because this is funny, I bring it to you. My notebook, you know. I wrote down everything, the points, like very, very, very old school, you know. So first year I set up 80, she finished 93, and I was writing down the ranking, the weeks. So the next year I set up 60, the points, but she ended up 73. Good, back up. And now forward, sideways. Remember, when you move forward, turn and sideways. One, two, and hit it. Hij laat me ook heel weinig rust in de training. Wij slaan gewoon een uur lang, soms zonder te rusten. Dus dat is ook wel iets waar je mentaal natuurlijk sterk van wordt. Dat je niet elke keer stopt, waardoor het in wedstrijden ook makkelijk gaat. Maar het eerste wat heeft veranderd is dat wel, dat ik gewoon doortrain. Niet mijn mond houden. I explain her like this. You are your own company. You are the CEO, you are everything, right? So you hire a consultant, which is me, to help you out. So since you're in my eyes a disaster, I want the 51% of the company to make the decision. You lose the power of the company, right? Dat heeft heel veel uren gekost en maanden. En ook dat ik dacht van, nou, hoe kan ik dit volhouden? Go, 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 go. Hit it. High to low. Remember, faster, explosive. It did not work for so many years. So why don't try a different way? But if you try, try full. Ik hou niet van hele ingewikkelde oefeningen. Daar zijn ze hier eigenlijk niet zo van. Dus vooral hard werken, niet zeuren, positief zijn. Je houding is belangrijk en dat je goed gedraagt. Eigenlijk dat zijn de dingen wel waar hij echt op hamert, de discipline, ja. Back up, back up, back up. And now forward, fast, fast, fast. High to low. Push a little bit more, come on. Now forward. Come on, quicker, quicker. Ik had dit nooit alleen kunnen doen. Maar ik wist wel, als ik iemand had die 100% in mij gelooft en die er gewoon achter staat, dat ik wel heel diep kan gaan en heel ver kan komen. My goal pretty much is for her to finish next year top 45. This is what I have in mind. I really like the improvement over the years, but the higher the level is, the higher the requirement. Het heeft me wel verrast in de zin dat ik ben blijven doorzetten. Dat ik niet heb gezegd van laat maar, ik ga het niet meer proberen. Daar ben ik wel trots op, dat ik echt die stap heb genomen.